aan. Tips voor trips. Steeds meer en meer kinderen geloven dat chocolademelk afkomstig is van een bruine koe. Dat welopgevoede paarden hooi eten met een hooivork. En dat vaars gewoon een heel chic woord is voor een gedicht. Nu, dat dat niet helemaal juist is, kunnen ze nu zelf gaan checken. En wel in meer dan 24 boerderijen in Wallonië. De dieren zelf geven natuurlijk niet veel uitleg, maar de boeren doen dat graag en in meer dan behoorlijk Nederlands. Goedendag. Goedendag. Ja, goedendag. En mijn naam is Freddy, mijn voornaam is Peter. Ja. In feite, vandaag gaan we dus mijn boerderij bezoeken. Hier is het huis van de koeien, de melkstal, de koestal. Meneer, u komt dat ja. De ene koe van achteren moet plassen en die andere koe ja, hier van onder moet plassen. Wat is het verschil tussen jongens en meisjes? Er zijn kleine vaarsen en het zijn kleine stieren. En de stieren ze plassen van onder en de vaarsen al achter. Wat horen jullie achter ons? Varkens. En deze zijn ongeveer tussen 8 en 9 weken. Hoe komt het dat je staart krult? Ah, anders zouden we geen krulstaart hebben. Hè? Maar in feite, wat men zegt, dat is dat als bij een varken de staart niet krult, dat er een probleem is, dat hij niet in goede gezondheid is. Normaal is dat niet uit te komen. Bijt ze? Nee. Allee, terug binnen. Ik denk dat een varken blaft, zoals een hond bijna. Je hebt het gehoord, hè? Allee. Niet te vroeg roepen, hè? Niet te fel roepen, want anders zullen ze schrik hebben. Mama, moet ik het eens een keer pakken? Ja, ik zal er een geven. Hoe herkent men een aan van een kip? Een kam. Ja, en hier is dan een heel grote kam. Boerderij, dus hebt u die overgenomen van uw ouders? In feite, het is wat speciaal zou ik zeggen, want in feite ben ik geen boerenzoon. Ik werkte in feite op een bank. Oh. 20 jaar. En wat zijn die ouders ervan als je besloten wordt? Ze stelden zich vragen in feite, want ik had een goede plaats op de bank en dan heb ik alles zo gelaten om in een boerderij te gaan werken. En waarschijnlijk verdiende ik veel meer geld daar dan hier, want dat is niet het voornaamste in het leven. Hoe gaan we amuseren? Ik zou zeggen, het is niet kwestie van zich amuseren. Ik wilde buiten leven en werken. Er komt er niets uit. Niet nijpen, hè. Moet twee maal zo doen. Lichtjes. En dan... Ah. Of wel zo. Ja, ik nijp zelfs niet. Hij loopt eruit. Dat is een probleem, hè. Ja, maar jullie roepen te veel, hè. Ze hebben schrik. En dan beginnen ze allemaal, hè. Ah, het is gelukt. Nu gaan we het apparaat op. Hij is zelf op groot. Ja, alsjeblieft. De meeste producten die hier in onze kleine winkel op de boerderij verkocht worden, zijn meestal hier gemaakt. Onder andere brood, melkproducten en zo. En 2 maal per maand vlees. Wie wil er wat melk te drinken? De kleins spreekt. De vraag is nu, vind je het lekker? Ja. Ja.
er weer met, en ik hoop dat u dat fijn vindt, een nieuwe reportage. Tot eind september kun je zelf de teugels vastnemen en een huifkar besturen. Wel vooraf reserveren bij de VVV Lanaken. En wie deze zomer minstens 3 musea in de Leienstreek bezoekt, maakt kans op een prachtige prijs. Vraag naar de speciale museumkaart. Elke dinsdagnamiddag kan je Brussel op een andere manier verkennen. Een boot brengt je van het centrum tot in Anderlecht.